Vorig jaar moest ik van mezelf ook winnen. En dit jaar wil ik weer winnen.
De druk ligt niet anders, alleen voor de jongens zou het niet anders, zou het wel anders zijn. Ze zitten nu in een team waar gewonnen moet worden. En vorig jaar zaten ze vaak in een team waar je niet echt hoeft te winnen. Nou, iedere wedstrijd waar we starten wil ik gewoon winnen. En als we niet winnen, hebben we verloren. En zo gaat het eigenlijk. Ja, je hebt een uitspraak al gedaan. Wij willen de baas worden van het peloton. Hoe word je dat? Winnen? Uitstraling. Nee, het is puur uitstraling. Dat kan je niet met woorden, dat kan je niet met schaatsen. Dat doe je gewoon uitstralen. Wij zijn de baas van het peloton. Het marathon team, inline skates, wielrennen. Ja, ze zijn van alle betekenissen. We praten met Wilfred van Werven. Ja, Wilfred, de presentatieavond is weer ten einde. Heel veel belangstelling moet ik zeggen. Ja, klopt. De opkomst is er wederom heel erg goed. Daar zijn we ook heel erg blij mee. We hebben alle betrokken mensen die met de schaatsploeg op welke manier ook wat betrokken hebben, of betrekking hebben uitgenodigd. Ja, en dan is de opkomst van circa 200 mensen natuurlijk een fantastische beloning. Jan Driessen, bekend natuurlijk over de hele wereld. Zo mooi geeft hij daaraan. We kunnen ons naam en bekendheid naar buiten brengen op schaatsmarathongebied, maar ook als firma van Werven. Via Twitter, Facebook, ga maar door. Dat is wel een verrassing, vind ik persoonlijk. Nou, ik denk dat, kijk, zeker op het gebied van schaatsen, maar ook de regio. Ik denk dat wij als Veluwenaren introvert zijn. We staan niet met de hand op de borst te kloppen. Laat staan dat we op social media en Facebook delen waar we mee bezig zijn. En vooral ook dat we met goede dingen bezig zijn. Maar ik denk wel dat communicatie heel belangrijk is. En dat weten we natuurlijk al jaren. Maar het is meer zoiets als vanzelfsprekend. Maar communicatie is niet meer alleen vanzelfsprekend. We zijn allemaal druk met onze dingetjes. En dan, om dan juist te delen waar je mee bezig bent. Ook de individuele verhalen van de rijders aan zich. Maar ook de bedoeling van sponsoren en de gedachte erachter van sponsoring, of het nou is om naamsbekendheid of oprechte betrokkenheid of passie, dat is allemaal niet belangrijk wat het is. Als je dat kan delen met mensen, haken mensen aan. Dus dat is denk ik belangrijk. Het gaat uiteindelijk om de fan. Ja, dan hebben we het team, want dat staat voorop. Zeker vanavond, een mooie presentatie ook weer. Een complete verandering heb ik gezegd en ook ja, eigenlijk beleefd van een heel ander team dan vorig jaar. Ja, dat klopt. Vorig jaar waren we een team die eigenlijk voortgeborduurd is op het jaar daarvoor. En we hebben vorig jaar met het team wat we hadden het maximale eruit gehaald. Dat wil zeggen dat we een ploeg hadden met een hele goede afmaker, Gary Hekman. Ja. Maar hij was in heel veel sprints alleen sterk genoeg om de sprint af te maken. Moet ik wel zeggen dat er een aantal rijders heel belangrijk waren om dat continu te brengen. Waaronder bijvoorbeeld Oldenbroek en Jan-Maarten Heideman. Andere rijders hebben hem ook vaak in die positie kunnen brengen. Maar als het echt erop aankwam dat de BAM echt georganiseerd ging rijden, dan zag je elke wedstrijd dat we eigenlijk tekort kwamen. En dat er eigenlijk geluk moest zijn. En dat was het geluk dat Gary Hekman vorig jaar een unieke vorm had. Konden we dat soms nog rechtzetten. Maar daar kan je geen paar jaar op vertrouwen en blijven teren. Dus we hebben ons moeten aanpassen. En we hopen heel veel feestjes te bouwen, denk ik. Nou, dat hoop ik ook, maar ik hoop vooral dat we een heel mooi seizoen draaien, dat we weinig blessures hebben, dat we via onze communicatie en onze nieuwe website, maar ook Facebook, onze fans kunnen bedienen van informatie. Ik hoop ook dat mensen de moeite gaan nemen om af en toe een wedstrijd te bezoeken, om op die manier, laat maar zeggen, publiek en fans achter onze rijders te krijgen. Laat het vooral een sport van ons allemaal gaan worden. En ik bedank jullie ook voor jullie aanwezigheid en ik hoop ook dat jullie als lokale omroep, wat heel belangrijk is voor laat maar zeggen, de het uitdragen van onze zowel doelstellingen als prestaties, als wel alle maatschappelijke projecten, dat jullie die nauwlettend volgen. Team van Werven, Chris Pijn, hoe kom je terecht bij team van Werven? Ja, ik kom terecht bij Van Werven eigenlijk door een hele goede vriend van mij, Gary Hekman. Concurrent altijd geweest en we kennen elkaar al jaren. Dus we wouden eigenlijk altijd al bij elkaar in de ploeg en de kans die was er nu. En die heb ik zeker aangegrepen, want niks is mooier om bij goede vrienden in de ploeg te zitten en samen hard te werken en samen richting de overwinning te werken. En ook natuurlijk heel de organisatie staat gewoon heel stevig en het is een mooie organisatie, goede dingen. En dat spreekt je aan en dat wil je graag uitdragen en dat is ook belangrijk. Ja, jij bent ook een man van inline skaten, want ja, niet verkeerd hè dit jaar. Nou ja, hartstikke mooi jaar gehad. We hele mooie wedstrijden gewonnen. We hebben het NK gewonnen. We hebben volgens mij iets van 7-8 overwinningen van de zomer gehaald. Nou ja, en daar doe je het ook voor. En proberen die lijn door te trekken straks naar de winter. Ja, want marathon schaatsen is jouw prioriteit, hè? Tuurlijk. Marathon schaatsen is gewoon een hele mooie sport. En daar ligt mijn hart. En daar moeten we gewoon vol voor gaan. Bij Chris Bernariens, nieuw in het team. Vol zich op, Kerry Hekman. Ja, Kerry. Jij bent en blijft de trouwe gast bij Van Werven in het team, hè?
Ja, als het goed voelt, dan moet je blijven, denk ik, hè? Ja, want het gevoel was vorig jaar zeker ook. De uitkomsten zijn net niet allemaal geslaagd. Maar toch wel nu, mij opvallend is, heel ander team nu. Ja, in principe hadden we vorig jaar toch al de insteek om de basis te houden. Maar ja, door omstandigheden zijn er gewoon heel veel dingen veranderd. En op het laatste moment Christijn er nog bij. Ja, we hebben gewoon een super team nou ineens. Ja, Rob Harders, Chris Pijn, noem ze maar op. Ja, dat zijn niet de missers. Nee, dat zijn kleppers. En wat we vorig jaar een beetje een onderdog positie hadden, dat niemand van ons verwachtte. Verwacht dit jaar juist iedereen het van ons. En zijn wij in één keer de beste ploeg van de marathon. En dan moet je maar even laten zien dan. Dus de extra druk brengt zich wel weer mee. Ja, hè, want je krijgt extra druk op je schouders zo. Ja, de bochten worden alleen maar moeilijker nu, want we krijgen nog meer druk op de schouders. Ja, het hele systeem hadden zo mooi dat forum. Wat vind jij van de marathonskaartjes, die lange baan en marathon samen rijden? Knap. Zou jij dat doen? Nee. Ik moet in Insel volgende week moet ik 1,5 kilometer rijden. Dat is puur om mij te plaatsen voor de Mastart. Als ik mij plaats voor de Mastart voor World Cups, moet je een bepaalde tijd hebben gereden voor een 5 kilometer. Anders mag je niet meedoen aan de World Cup. En dat is het enige wat ik er op de lange baan ga doen. Dus even die tijd neerzetten en dan weer lekker mijn marathon pakken aan. Ja, jij hebt een geweldig seizoen gedraaid al. Inline skates, noem maar op, wielrennen. Ja, dat gaat je heel goed af. Het seizoen, wat is je droom eigenlijk? Wat mijn droom is? Mijn droom, ik stel elk jaar nieuwe doelen. En die, ja, mijn droom is om die doelen te verwezenlijken. Gewoon die doelen halen. Puur omdat je daar je drijfveer uit haalt in de zomer. Wat Rob allemaal zei in het mooie filmpje van... Je moet jezelf in de zomer zo hard naar de kloten helpen om maar in de winter goed te zijn. En daar moet je wel een drijfveer voor hebben. Je moet het leuk vinden, je moet het mooi vinden. En als je dat niet hebt, dan gaat het ook niet worden. Dus je moet wel de juiste doelen stellen. Ik heb wel het gevoel dat het team wat relaxer is dan vorig jaar. Ja, het is een soort van een vriendenteam. Wat je bij de voetbal ziet, bij de zesde, zevende, achtste klassers, zeg maar. Dat hebben wij op het professioneel niveau. Wij lopen gewoon, we zitten s'avonds een lekker wijntje te drinken met z'n allen. We gaan er heel serieus met elkaar om, maar we zijn gewoon heel erg gezellig met elkaar. En dat is gewoon een heel goede sfeer. Ja, het gevoel van broers geeft vaak wel een hele goede moraal, hè? Ja, dan heb je net even wat extra over voor een ander. Dan gun je die persoon ook juist ook heel veel. Ja, dat is gewoon juist een hele goede waar je in het team wat het kan onderscheiden, laat ik zo zeggen. Dat is wel echt belangrijk. Heel goed, Carrie. Ik wens je heel veel succes. Ja, door met de volgende, want de een na de ander. Ja, tot slot praten we hier met Roy Boeven, de coach. Ja, Roy, we hebben vorig jaar elkaar ook gesproken. Zeker ook naar het nieuwe seizoen dat komen moest. Hoe kijk je daarop terug? Afgelopen seizoen bedoel je? Ja. Afgelopen seizoen was een goed seizoen. We hebben gezegd dat we dominant wouden koersen. Dat hebben we gedaan. We hebben de peloton op ons genomen. In de meeste wedstrijden, we hebben een aantal gewonnen. We hebben er ook veel verloren. En dit jaar, komend seizoen, wil ik er gewoon minder verliezen en meer winnen. Ja, vandaar ook de grote verandering binnen het team. Ja, het team was goed vorig jaar. Het was gewoon een supergoed team voor dat moment. Het paste bij de strategie die we destijds hadden. Je wil iets veranderen. Dat hebben we nu gedaan. We hebben andere rijders daarop op ingezet. Laten we zeggen Van Werven 2.0. Het is een ander team. Het is niet per se een beter team. Het is gewoon een heel ander team dan wat het vorig jaar was. Maar wel een team met progressie, jong en agressief. Ja, we hebben wat meer bravoure gekregen misschien. Wel op een nette manier. We moeten wel gewoon degelijk blijven. We komen gewoon uit deze regio. We zijn normale gasten. We doen niet raar. Maar wel gewoon met de spirit. We willen winnen. We doen niet mee voor de vierde plek. Ben jij een coach die iets de lijnen verandert om te zeggen... Nou, we gaan ons wat meer richten op die NK en de Waadjezee winnen bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Amsterdam, eerste wedstrijd wil ik winnen. Ik leef in het nu en met het team leven in het nu. Elke wedstrijd waar we starten willen we winnen. Tuurlijk, 3 weken voor het NK ga je er wel naartoe werken. Alleen dat betekent niet dat die wedstrijd 3 weken voor het NK niet belangrijk is. Ik denk dat we onze sport moeten verkopen. Daar hebben we vandaag ook een discussie over gezien. Naar mijn mening is dat gewoon iedere wedstrijd er vol voor gaan. En uitleggen wat we doen. Dat zal niet altijd leuk zijn. Dat betekent ook wel eens dat we tactisch saai zouden rijden. Alleen dat kan ook mooi zijn doordat het een tactisch spel is. Ik vroeg het ook al aan Kerry. Ben jij ook voor het systeem van lange baan en marathon samen?
Ja, of ik daar zelf voor ben is niet zo heel belangrijk, denk ik. Wat ik belangrijk vind is dat de jongens zelf een sport willen kiezen. En die jongens willen zelf een beetje lange baan combineren met marathon. Lange baan is een mooi podium. Het moet voor mij persoonlijk niet ten koste gaan van de marathon schaatsen. Alleen ik begrijp heel goed dat er een NK is en dat men daar wil rijden. Wil je bij ons in het team starten, dan zul je alles moeten geven voor die zaterdag. Ik moet kiezen iedere donderdag wie ik opstel. Dat kan alleen maar als ik zie dat je er echt voor wil gaan op zaterdag. Zaterdag moet het team staan wat wil winnen. En of daar lange baan mee conflicteert, één keer. Dat was dus de teampresentatie van Werven. Je hebt het allemaal gehoord. De coaches, de rijders en natuurlijk Wilfred van Werven. De motor achter de brein eigenlijk van het team. Die het ook voor elkaar heeft gekregen om dit eigenlijk weer op de been te houden. Een jong team, agressief, dat horen we uit de woorden. Laten we hopen dat de toekomst dat brengen zal. 2014-2015. Openingswedstrijd Amsterdam. Ja, dan zullen we het weten. Als ze tegen de grote kanonnen die in ieder geval elders opstaan, er tegenop kunnen beuken. Een jonge team die zeker gaat voor overwinning. Dat is gebleken. Dit was het vanaf, eigenlijk vanuit Kolenhagen. Waar we fantastisch hebben genoten van een prima presentatie en wel team van Werven.